Nu, als ik het parcours van de Vlaamse regering de voorbije maanden bekijk, excuseer, dan denk ik, dat is een regering op krukken, hè? Ze kunnen niet beslissen op dit moment. Ja, het is natuurlijk een regering die start. We zijn de eerste maanden bezig. Er staat veel in de stijgers en ik ben net als iedereen ongeduldig om die resultaten te zien. Ik denk dat u waarschijnlijk nu een beetje verwijst ook naar het uitblijven van een beslissing in zaken dossiers zoals de Lange Wapper. Ja, gaan ze daar niet over struikelen, vrezen velen dan? Wel, sommigen vrezen dat. Ik zou het absurd vinden mocht dat gebeuren. We moeten het toch eens kunnen geraken over een mobiliteitskwestie in het Antwerpse. Dat zal ook zo zijn. We hebben daar nog een 3-4 weken voor en we gaan die oplossing ook gewoon vinden. Men moet ons ook niet opjagen. Het dossier is niet zo eenvoudig. Het referendum was duidelijk. Maar ja, dan moeten we wel een nieuwe oplossing vinden. Je wil horen wat de mensen zeggen. Nu is het aan ons politici om een goede oplossing te vinden, rekening houdende met wat die Antwerpenaar heeft gezegd. Geef ons nog een paar weken en dat moet lukken. Een paar weken en het moet lukken. En dan hopen we dat Lange Wapper u vannacht niet komt angst aanjagen in uw dromen.